niet scoren, dan was het heel snel klaar. En daarom staat Webster hier nu tegenover Scott Waits en niet Wes Newton. Twee keer eerder tegenover elkaar gestaan deze mannen. Dat begon op de International Darts League in 2007 in Nederland. In de tweede groepsfase. Ja. En Webster won die partij. Nipt. En ging uiteindelijk door naar de finale die hij verloor van Gary Anderson. Vorig jaar op de Grand Slam of Darts in de groepsfase speelden ze tegen elkaar ook. En toen won Webster weer. Maar dat betekende toen niet zoveel, want Webster overleefde de groepsfase niet. En Waits stoot uiteindelijk door tot de kwartfinale. Maar in ieder geval weet Webster wel dat hij twee keer van Waits heeft gewonnen op het podium. 100. Hetgeen, zoals te doen gebruikelijk, geen enkele garantie is voor deze wedstrijd. Nou ja, dit is natuurlijk ook niet in een groep en dit is ook wel een iets langer format. Dus ja. Uiteindelijk zal hier gewoon de beste speler naar boven komen. Het is niet langer best of, wat hadden we, best of nine. Wie de eerste vijf legs wint, maar we gaan meteen maar naar best of 19. Of zoals toen onder de beeld kon zien, wie het eerste 10 legs wint. De eerste keer 180 is daar van Scotty Tuohotti. 100. Scott, you require 81. Waardoor Waits nu 81 over heeft. Waardoor Waits nu 24 over heeft en 12. 69. En hij mist dus de eerste kans op de dubbel. Mag Webster dat ook gaan proberen? Triple 20 is twee pijlen voor dubbel 8. Nu via 16 en tops. En dat is de favoriete dubbel van Webster. Hoe loopt die dubbel 20 bij Webby? 56. Nog niet. Scott, you require 12. Dus weer Waits om die eerste leg alsnog binnen te slepen. En dat gaat niet lukken, want dan gooit de dubbel 3 aan de binnenkant. Mark, you require 20. Game show. Nou, uiteindelijk is het dan Mark Webster. Second leg, Mark the throw first. Game on. En die plaatst meteen een break. En dat is lekker, maar ja, natuurlijk nog niet zo lekker als dat het was tijdens de groepsfase. Want dan was je meteen een heel eind opgeschoten. Had je in ieder geval een flinke eerste stap gezet, laten we het zo zeggen. Nu moet hij nog 9 legs erbij winnen, Webster, om door te gaan. 134. Ook naar de kwartfinale. Nou, ik denk wel dat je wat betere wedstrijden gaat zien in deze tweede ronde. Spelers hebben wat meer rust ook. Omdat één break niet zo zwaar weegt. Alle tijd om het nog terug te bouwen. Waits gooit voor de tweede leg op rij 180. Al is het nu in zijn eerste beurt. Vorige leg kon hij niet winnen. Hij had een triple nodig voor een finish, Webster. En het is niet ondenkbaar dat Waits Webster meteen terugbreekt. Al had het vinden van minimaal één triple dan wel prettig geweest. Scott, you require 164. 98. Mark, you require 110. Eens kijken of Webster op 2-0 kan komen. Bullseye en tops. Geen bullseye, dus ook geen tops. 95. Nu Waits. Voor de break. Hij gaat naar dubbel 8. Hij gaat naar dubbel 4. Hij gooit zijn dubbels niet.
Mark, you require 15. 0-5 nu voor Scott Waite. Webster had tot tops willen staan. Wow, dubbel 1. No score. Scott, you require en nu pakt het allemaal heel anders uit. We kunnen na twee legs alvast één conclusie trekken. Het gooien van de dubbels is vrij lastig. Game shown, second leg. Maar ook Waits is het nu een keer gelukt. En dus heeft hij meteen gecompenseerd voor die eerste break van Webster. 96. En Waite, die afgelopen januari bijna met twee vingers in de neus wereldkampioen werd bij de BDO, speelde fantastisch. De tegenstand speelde tegen hem in ieder geval niet al te best. O'Shea in de finale was dramatisch. Maar sinds Lakeside is Waite niet meer in die topvorm geweest die vorig jaar had. Hij heeft ook een rugblessure gehad. Ja. Hij liep die blessure op tijdens zijn vaste baan, zeg maar, als timmerman. Maar dan een timmerman die geen spijkers gebruikt, maar alleen houten verbindingen. Dat noemen ze een joiner. En geen carpenter. Dan weet je dat ook weer, Jacques. Ja. 88. Maar hij was net op tijd klaar eigenlijk voor de Grand Slam of Darts. Toen was die rugblessure min of meer voorbij. 99. Score you require 36. Nou, eens kijken hoe het nu loopt met de dubbels bij Scott Waite. Gaat niet in één in ieder geval. Het gaat ook niet in tweeën. En het gaat ook niet in drieën. Waite is nu 1 uit 11 al meteen. En Webster gaat weer naar tops. Als hij er gewoon de enkele 20 had gegooid in ieder geval, dat doet hij niet. Ja, zo krijgt Waite nog een keer 3 pijlen. Dat is wel zijn favoriete dubbel, die dubbel 18 voor Scott Waite. Hij heeft er even ruzie mee. Dubbel 9, kan hij die gooien? Nee hoor, hij gooit hem in de dubbel 14. Mark, you require 14. Dit is geen spetterend begin, zullen we maar zeggen. Game Sean, the third leg. En dit is na 3 legs 2-1 voor Webster. En dan is het winnen van de eigen leg tot nu toe een onmogelijkheid gebleken. 9. Nou, je ziet ook Waite in de achtergrond een beetje schudden. En dat kan ik me niet zo voorstellen. Die denkt, ja, ik had hier gewoon 3-0 voor moeten staan. En in plaats daarvan sta ik gewoon 2-1 achter. Hij heeft al 13 dubbels gemist. Ja. En eentje erin gegooid. Dan doet Webster het met 2 uit 6 nog behoorlijk. U begrijpt dat de gemiddelden voorlopig toch niet om over naar huis te schrijven zijn. Nou, dat wordt ook niks meer hoor. Als je zoveel dubbels hebt gemist al, dan gaat dat gemiddelde ook niet echt meer goed worden. Maar tenzij we over de volle 19 legs gaan en ze nu echt als gekken gaan gooien. Ja, Waite begint langzaam, maar zeker dat hoofdschudden vol te houden. Bij de meeste spelers is dat geen goed teken. 58. Ja, Webster stapt ook niet echt in en zegt, joh, hier ben ik ben de baas en je zoekt het maar uit verder. Nu zit Webster ook niet in die vorm al 100. Ja, een anderhalf jaar niet. Het verandert van materiaal en
zelfvertrouwen kwijtgeraakt. En je ziet nu ook in zijn werp, wat normaal heel vloeiend was, hè, één beweging, zit nou een hapering ook een beetje in. Dat is toch een beetje twijfel ook. Ja, hij heeft een goed toernooi nodig om dat eens een keer om te draaien. Misschien dat hij hier wel een paar goede zegens kan pakken. En dan weet je het maar nooit. Waits is wel weer als eerst op een dubbel. Webster wel met de kans. Twee keer triple 20, dan mag je naar dubbel 9. Nee, de tweede komt er niet bij. 98. Scott, you require 36. Ja hoor. Scott Waits. En weer een break. Scott the throw first. Game on. Maar wel in één keer de dubbel gegooid door Scott Waits. Dat is al een hele vooruitgang. 26. Gevolgd door 26. Dat past wel in het beeld van deze wedstrijd tot nu toe. 16. Waits denkt er eens even extra over na. En misschien helpt dat wel. Vrij aardig. Dit is de laatste leg voor de eerste onderbreking. Want de partijen zijn natuurlijk nu zo lang geworden dat die onderbrekingen wel nodig zijn. 81. Waits op 135. Hoeveel darts krijgt hij ervoor? 140. In ieder geval 3. Dus op de bol beginnen. Want Webster staat op een finish. Nee. 85. Mark, you require 160. Ja, dit is ook weer voor een break. Maar nu niet meer. En Webster staat toch wel enigszins te balen. 100. Scott, you require 50. Nou, eens kijken of Waits dan de eerste man wordt die zijn eigen leg houdt. Dat zou me 3-2 voorsprong opleveren. Ja, het lukt. Scotty to Hottie. Hij gaat dus die eerste pauze in met een 3-2 voorsprong. Ja, hij weet eigenlijk zelf ook niet hoe. Famous last words from Vincent van der Voort. De eerste 180 voor Mark Webster, die dus voorlopig in ieder geval erop gaat. 93. En in de tweede leg. En nu dus 3. Webster gaat naar dubbel 19.
goed hersteld van die 777, maar die trekt hij er net onder. En dan mag Waits weer. Via 919 naar bullseye toe, Scott Waits. Mooie finish dit. Nee, zo, dat is een end weg zeg. Allemaal magisch. Mark can require 38. Webster gaat naar dubbel 10. Die verdraait hij meer dan zijn dubbel 19. En zo heeft ook Mark Webster een keer een eigen leg in veilige haven gebracht. En is het wederom gelijk. 96. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons die stellen via www.rtl7darts.nl/kijkersvragen. Of u kunt naar Twitter gaan en de hashtag RTL7darts gebruiken. En de beste, de leukste, de interessantste vragen, die pikken we eruit. We kunnen ze, zoals te doen gebruikelijk, niet allemaal behandelen. Integendeel. Dus maak er een hele goede vraag van. Ja, de meeste vragen zijn natuurlijk ook gewoon terug te vinden op onze site. Als je vragen hebt over dit toernooi, prijzen, geld, wie er meedoen, wanneer wie speelt. Dat is allemaal terug te vinden op onze website. Dan ga je gewoon even naar rtl7darts.nl. Kijk even in het toernooicenter als je daar vragen over hebt. Of onder de spelers, onder de video's als je wedstrijden terug wil zien. Van alles terug te vinden. Wait. 87. Komt dan langzaam wel beter in. Webster ook. Gemiddelde gaan ook wat omhoog. Ik zei het toch. Kijk, Webster. 140. Scott, you require 38. Laat geen top staan, wel 80. Maar sowieso eerst Waits. Die gaat wel voor de dubbel 19. En die spijt hem er in één keer in. Ja, zo miste Waits zijn eerste 13. Nou, niet zijn eerste 13, maar in ieder geval 13 van zijn eerste 14 kansen op een dubbel. Na die tijd mist hij er bijna geen één meer. 59. Ja, een beetje vuur ontbreekt daar op het podium. En een beetje vuur ontbreekt er ook wel in de zaal. Misschien dat de 580 van Scott Waits een beetje leven in de brouwerij kan brengen. Het is ook opvallend leeg hier in het Civic Center. Dat niet meer dan de helft gevuld is in ieder geval. De echte diehard fans zitten in de zaal. Daar kun je wel eens een beetje van uitgaan, denk ik. Ja. 131. Mark can require 155. Het lijkt erop dat Scott Waits toch een beetje gaat doorduwen nu. Scott, you require 32. Drie legs achter elkaar, steeds een keer 180 gegooid. Nu dan even deze dubbel gemist. Ook de volgende dubbel gemist. En dan is er nog dubbel 4. En die gooit hij eigenlijk op dezelfde manier waarop hij die vorige twee dubbels mist. Net aan de binnenkant. En daardoor komt hij niet 5-3 voor. Nee, integendeel. Want Webster. Game on. Die doet dat uitstekend. En meldt zich weer naast Scott Waits. 41.
60. Fifty-nine. 60. 100. Ik gooi meteen even de eerste kijkersvraag in, Jacques, van Remy uit Haarlem. Wil graag weten waarom Mark Webster van materiaal veranderd is en wat er anders is aan zijn pijlen dan eerst. Ja, het zijn geen grote veranderingen bij Webster, maar het zijn de meestal de grote veranderingen die in je hoofd afspelen. Pijl, ja goed, heeft iets andere ribbeltjes en dat soort dingen. Maar je bent gewend aan een soort dart en alhoewel die veranderingen dan klein lijken te zijn, zijn ze toch wel groot, want hij heeft niet van flights of van lengte van darts of zo veranderd. Alleen maar andere ribbeltjes. Andere barrels, ja. Maar als je heel lang met dezelfde darts gooit, dan krijg je er ook een soort band mee. Ja. Het is metaal, dus denk je van dat kan niet, maar ze gaan naar je hand staan. Dubbel 12 voor Webster. Voor een 141. 29. En dat scheelt helemaal niet zo heel veel. Score you require 95. Ja, nu staat er een soort gelijke finish voor Waits in zijn eigen leg als er voor Webster in de vorige stond. En die kan alleen nog uit via het midden van het bord. Maar dan moet hij wel een flinke stap voor opzij doen. 46. En dat had ook nog een pijl in de weg. 9-9. En dan is het Webster die daarvan profiteert. Mark the throw first. Game on. En voor het eerst sinds 2-1 weer op voorsprong staat. One hundred and forty. 134, gevolgd door 140 bij Webster. En Waits blijft voor ons nog in elke beurt een triple achter. 43. Maar misschien dat hij dat nu kan rechtbreien. Jazeker wel, kandidaat. 84. Scott, you require 161. 89. Mark, you require 100. 100 voor Webster. Om met een voorsprong de break in te gaan. Twee keer tops. Ja, de eerste zit erin. 80. Maar de tweede niet. Score you require 72. Scott Waits. Vlak voor de tweede pauze. Moet naar dubbel 9. En trekt het weer recht. Komt terug naar 5-5. Zo blijft het wel spannend. Thank you, ladies and gentlemen. The 11th leg. It's Scott to throw first. Game on.
Het gaat verder in ieder geval dus met Scott Waits. Die begint aan de 11e leg. 78. De gemiddelden van de beide heren zaten in het begin van de partij laag in de 80. Ze zijn toch omhoog gegaan. 58. Waits naar 92, Webster naar 91. Ook dat zit heel dicht bij elkaar. We hebben daar ook een kijkersvraag over binnengekregen trouwens. Terwijl Waits, volgens de instand inmiddels, zijn zesde keer 180 gooit. In 11 legs, dat is niet slecht. Die kijkersvraag over gemiddelden. Oh, Webster gaat ook nog even doen. Ja hoor. Zijn tweede. Nou, dan wacht ik nog heel even. Terwijl zij 100. Die gemiddelden langzaam nog verder omhoog krikken. Zo. Webster heeft ook alles gewoon van zich af gegooid. Waits 143. Nee, dat is geen goed begin. En dus krijgt Webster de kans om te breken. Maar ja, de breaks zijn niet bepaald duur in deze partij. Triple 19 nu voor Webster, omdat hij de 17 compleet mist. Die gooit hij wel, dus dubbel 12. 71. Ja, dat had een belangrijke finish kunnen zijn voor Webster. Nu kan Wade toch wegkomen met die leg. De leg waarin Webster 280 gooit. Moet hij wel de dubbel 12 gooien. Zo, dat is verder vandaan. Kan hij dat corrigeren? Ja, dat is heel knap van de wereldkampioen. Ja, en die leg zal toch een beetje pijn doen bij Webster. Die leg waarin hij 280 gooit. En dan moet je oppassen, want als je zo'n leg verliest, hoe vaak gebeurt het niet dat je zelf de leg daarna gebroken wordt? De gemiddelden dus. Dennis at Permanent zegt, vraagt, ik dart nu een paar maanden en gooi een gemiddelde van tussen de 50 en de 60. Is dat erg slecht of denken jullie dat ik daarmee wel wat wedstrijdjes kan winnen? 100. Ja, daar kun je op zich wel wat wedstrijdjes mee winnen. Ja, je moet het langzaam opbouwen. Je moet het, als je denkt, nou in ieder geval, je moet het leuk genoeg vinden. En als je het leuk genoeg vindt, dan moet je eens in de buurt waar je woont gaan kijken naar een dartvereniging. En je daarbij aansluiten, dan kun je ook meten met anderen. Dan weet je echt waar je staat. Want als ik thuis op mijn bord gooi en ik zou mijn gemiddelde bijhouden, dan 96. Kan ik echt wel mee met heel veel goede spelers. Maar ja, als je tegen anderen gaat spelen, dan werkt dat gewoon anders. Krijg je toch andere gemiddelden. En uiteindelijk gaat het om de dubbels gooien natuurlijk. 100. Ja, uiteindelijk maakt het gemiddelde helemaal niks uit. Je moet gewoon één leg winnen. Dat is een gouden regel, die moet je gewoon onthouden. Je hoeft maar één leg te winnen, dat is de laatste. En welk gemiddelde er dan ook staat, maakt helemaal niet uit. Maakt helemaal niks uit. Ze vallen nu als rijpe appelen van de boom. Dit was inmiddels de vierde van Webster. Wade staat op 6. 100. Mark you require Fulton. En Webster staat ook op 6, maar dan in gewonnen legs. En dat staat Waits ook. En zo kun je constateren dat er geen enkel moment nog een verschil van 2 legs tussen de beide mannen heeft gezeten. We komen zo langzamerhand natuurlijk wel in de buurt van de 10 legs die je moet winnen om door te gaan naar de kwartfinale.
Dus wie kan het beste met die spanning omgaan? Nou, er zijn geen pauzes meer, dus het is wel één rechte strijd naar de finish. 26. Nou, 180 is geen gebrek in deze partij. Scotty require 124. Ja, het kan niet anders of Waits gaat weer op voorsprong komen. 7-6. 108. Scotty requires 16. Ja, je wil die dubbel toch gewoon gooien. En je niet meer in je nek laten hijgen door die man uit Wales. Ja, er worden nog steeds heel veel dubbels gemist in deze partij. Met name door Scott Waite. 44. Scott, you require 4. Ja, nog altijd is Webster niet op een finish. 13th en Waits wel. Scott Waits, 14th leg, marked at home first. Ja, iedere leg is nu belangrijk. Nu ben je dat punt wel voorbij waarop je je eigen legs nog kunt inleveren. 96. En zeker voor Webster geldt dat, omdat Webster die laatste leg ook niet mag beginnen. Dus wat er ook gebeurt, hij moet Waits sowieso nog een keertje breken. Dat hoeft Waits niet te doen en die gaat de druk een beetje opvoeren bij de Welshman. Even rammelen aan de boom. Kijken wat er valt. 100. Webster heeft al een keer 2 keer 180 in één leg gegooid. Dat heeft Waits nog niet gedaan. 100. Maar ja, die leg dat hij 2 keer 180 gooit, die won hij niet. 100. Hij heeft het initiatief in de leg die Webster is begonnen, Scott Waite. 100. Het gaat nog altijd niet van een leien dakje, met name dat finisher, 22% voor Waite. Daar kan hij misschien tegen Webster mee wegkomen, maar dat zal in de volgende ronde, als hij die haalt, een stuk beter moeten. Scott, you require 121. 121 voor de break. Misschien wel de beslissende break, als hij triple 17 en bullseye weet te gooien. Die is goed. 96. En die net niet helemaal. Maar dit is nog veel over Webster. In een wedstrijd waar we nog geen finish boven de 100 hebben gezien. 96. Scott, you require 25. Ja, hij moet nog steeds een dubbel gooien. Ja, dan heeft hij er al 24 van gemist deze wedstrijd. Maar deze zit erin. En dit is de eerste keer in deze partij dat er iemand een verschil van 2 gewonnen legs weet op te bouwen. Scott Waits leidt met 8 tegen 6. En als je weet dat hij nog maar 2 gewonnen legs nodig heeft, dan is dat natuurlijk het perfecte moment om dat te doen. Sowieso maakt Waits in de laatste periode van deze wedstrijd een betere indruk op mij dan Webster. Hij scorend is hij gewoon constanter dan Webster. Daarmee creëert hij zichzelf ook heel veel kans op de dubbels. 122. De heren aan tafel al zeiden, ja, Webster is echt een speler van 15 darts legs. Gewoon 100, 100, 140 en nog een keer 100 en uit. En dat kan hij heel lang volhouden als hij in topvorm is. Maar je ziet nu, hij is niet in topvorm. Veel te veel enen erbij, veel te veel vijven erbij. Webster gooit gewoon eigenlijk iedere beurt een triple altijd als hij in vorm is. Niet zoveel 180ers. 58.
En nu begint ook een beetje het hoofd schudden bij Webster. Ja, je ziet het ook aan hem. Niet happy. Terwijl hij gewoon naar triple 19 moet gaan natuurlijk. 15. Want de 20 is geblokkeerd. En dat zit er dan ook weer ver vanaf. En dan begint de frustratie te komen. En dat zien we eigenlijk al een hele tijd bij Webster. Frustratie. En als je er geen plezier in hebt, dan is het heel, heel lastig hoor. Ook weer een hele slechte laatste, ja. En daarmee geeft hij Waits in plaats van 3 darts, nu 6 darts voor 85. En dat is veel. Triple 19. Niet gegooid. Triple 10 of bullseye. Kiest voor de bullseye. Ik zeg het er maar bij, want hij zat er een stukje vandaan. 49. En uiteindelijk laat hij dubbel 18 over. Daar gaat hij altijd naartoe. Ik vind het opvallend hoe weinig hij hem raakt dan. En niet alleen in dit toernooi, maar dat heeft hij echt in heel veel toernooien. Scott Waits om een rest direct uit te delen aan Webster. Die hem zal doen wankelen. Waarmee hij nog niet definitief knock-out gaat. Maar toch wel bijna tegen de vlakte is. Van 6-6 naar 9-6. Dat heeft Scott Waits uitstekend gedaan. Overigens, die rugblessure die hij had, die ontstond een aantal weken geleden. Niet zo dat die verantwoordelijk was voor zijn slechte periode na Lakeside. Het ziet er nu alweer redelijk goed uit bij Waits. Dat betekent ook dat Tony O'Shea en Andy Hamilton zich klaar kunnen gaan maken. Het gaat niet lang meer duren voordat zij het podium mogen betreden. Zij spelen de volgende wedstrijd, Silverback. En die heeft in ieder geval gezien dat zijn collega BDO-speler Waits het goed gedaan heeft. Althans tot nu toe. Waits die het over het algemeen wel goed doet op de Grand Slam of Darts. Stond in de finale in 2009 natuurlijk. Won hem in 2010. Vorig jaar de kwartfinale. Ja, dit is de laatste strohalm en die wordt nu losgelaten door Webster. 49. Scott, you require 32. Het enige wat Scott Waits nog hoeft te doen om door te gaan naar de kwartfinale is nu dubbel 16 gooien. En die zit er in één keer in. Scott Waits zet er bij 6-6 de eindsprint in. Liet Mark Webster achter zich en zag hem niet meer terug.